Het is tijd om naar de studio te gaan, jongens. Ik krijg 10 seconden, ja? My man. What up? We zijn er. Jarzinho, jongens. Weer aan het denken over ons. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog, dames en heren, jongens, meisjes. Potjandori, wat een dag. Ik heb net lekker geëdit en ik ga zo richting Amsterdam naar de studio Stampede Records. Dat is de studio van Martin Garrix. En daar gaan we, wat is er gebeurd, helemaal fine-tunen. Dan gaan we gaan wat adlibjes toevoegen. We gaan wat content schieten voor de promo met Jarzinho en Jackman. Dus het wordt echt weer een topdag, jongens. Oh, het wordt weer een topdag! Als we vanmiddag het nummer hebben afgemaakt, dan ga ik er een sound van maken voor op TikTok. En dan heb ik jullie hulp nodig, want dan moeten jullie zoveel mogelijk leuke TikToks gaan maken met wat is er gebeurd, jongens. Ah, ik heb er zin in. Ik hoorde je echt sluipen. Ja, ik was ook aan het sluipen. Ja, maar ik hoorde het gewoon. Je moet even, moet je een pakketje winnen? Ja. Maar hoe is ie? Ja, goed. Ben je net wakker of zo? Nee, ik ben de hele dag aan het eten. Goed pakje, hè? Ja, Gymshark boekie, je weet het toch, is die toch. Hey, succes met je pakkie. Waar ga je heen dan? Gewoon terug naar mijn kamer, ik was even benieuwd hier was. Okay. Zo leuk, jongens. Willem en Ruben zijn maar echt helemaal into FIFA. En die zeggen dan van ja, we moeten vanavond even zoveel potjes spelen, want dan kunnen we gekke pakketjes krijgen en zo. Ik heb dat totaal niet. Ik heb dat ook nooit leuk gevonden, FIFA. Gewoon tegen elkaar spelen met FIFA vind ik wel leuk, maar ik ben nooit zo heftig geweest maar met Ultimate Team en zo, dat soort dingen. Het is tijd om naar de studio te gaan, jongens. Ach, en ik heb er zoveel zin in, ik zei het net ook al. En wat ook leuk is, Zino die komt ook langs en die gaat vette backstage video's schieten. Dus dat wordt dik, jongens. En hij gaat ook allemaal foto's maken en zo, dus let's go! Ik zeg trouwens wel, Zino die komt ook langs, maar voor de mensen die niet weten wie Zino is. Zino die heeft ook mijn videoclip geschoten voor Aubergine vroeger en ook voor Dief in de Nacht. Dus die gaat weer even vette beelden maken, jongens. Kijk eens eventjes, we zijn alvast in de studio. De rest die komt zo, maar ik dacht ik ga alvast wat eerder. Maar jongens, deze studio's zijn echt fucking lijp. Dit is dus in Amsterdam en het heet de Stampede Records. En het zijn dus zeg maar de studio's van Martin Garrix. En kijk, het is wel echt lijp. Hier heb je echt zo'n op, zo'n waar je dus je focus kan opnemen. Fucking dik. Dat nummer wat ik gisteren had gemaakt samen met jullie, dat klinkt eigenlijk best wel lekker, jongens. Hey Ross, sauce it up. Ben je niet bij mij, ben je veel bij hem? Weet ik al een tijd, hoor het aan je stem. Waarom loog je tegen mij? Waarom loog je? Door deze shit is het voorbij. In 3. Denk je wel eens na? Over dingen die je toen zei, baby. Ik weet niet, man. Ik vind het wel een hard nummer op een of andere manier. Ik had hem gisteren echt binnen een half uur gemaakt, samen met jullie natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Ik vind hem wel hard. Het is wel echt lekker hoor, jongens. Dit zijn de laatste dingetjes die moeten gebeuren voor wat is er gebeurd. En dan is hij gewoon af. En dan kunnen we een clip gaan schieten en dan kunnen we gaan releasen, jongens. Want ik wil hem zo graag helemaal aan jullie laten horen. En ik weet zeker dat jullie hem echt fucking dik gaan vinden. Kijk eens even. Het is opeens super gezellig geworden. Ja. Kijk. Ike, de gitarist is erbij. Jackman, hey, producer. Jongen. En Zino, my man. Tuurlijk. Nee, jongens, we gaan er weer even een gekke dag van maken. Jarzinho, die komt eraan. Gaan we eventjes nog de finishing touch doen op wat is er gebeurd? Ja, nu gaat hij echt afzetten. Nu gaat hij klaar. Nu gaat hij helemaal kwijt. Nu gaat hij klaarkomen. Nu gaat hij klaarkomen, ja. Nee, en daarna gaan we nog even aan iets anders werken of zo. Dus het wordt een topdag, jongens. Jongens, ik had jullie toch laatst verteld dat ik gitaar wilde gaan leren spelen. Dus ik allemaal moeilijk, één voor één, allemaal heel lastig. En deze guy, ik weet niet hoe dan, maat. Hey, weet je wat we kunnen doen? We kunnen gewoon random nummers opzetten. En dan mag hij ze maar 5 seconden horen. En dan moet je het kunnen spelen. Oké. Ik doe het eerst even gewoon met een normale telefoon. Ja. Die stoel doet. Ja. Dames en heren. Ja, ik ben de enige in Nederland die een Samsung heeft voor mijn gevoel, man. Ja, maar ja, hè. Oké, we gaan een random nummer opzetten, ja? Ja, do Love Again. Die kent hij niet. Okay, die ken je niet, hè? Nee. Nee. Justin, toch? Of van Kid Leroy? Nee, van Kid Leroy. Ik krijg 10 seconden, ja? Ja, hij komt er niet. Ja.
Het is toch, dit is toch bizar. Dat lijkt me zo chill om te kunnen dat je gewoon een gitaar pakt en je kan gewoon alles spelen. Doe eens even je gekste dingetje. Doe eens je gekste. Ik weet echt niet wat gek is. Jezus. Gek, maat. Het ziet er zo makkelijk uit. Je hebt talent, vriend. Dankjewel. Jongens, jullie vroegen allemaal met wie heb ik nou de track gemaakt? Oh. My man, my man. We zijn er. Jorginho, jongens. Aan het werk. Aan het werk. En we moeten nog een paar dingetjes even opnieuw inzingen, dus dat gaan we even nu doen. We gaan even knallen. Wat ik dus net zei, het zijn dus kleine stukjes die ik moet opnemen. Nog die AA'tjes, OO'tjes. Volgens mij wil Jorginho nog een hele verse opnemen, een nieuwe. Ik moet nog één stukje in mijn verse, vond ik niet zo nice. Dus ik ga me nog veranderen. Ike gaat nog een stukje met de, wat betreft de gitaar veranderen. Dus jongens, hij wordt helemaal gefine-tuned. Nee, doe maar eens. Ik wil mezelf wel horen zonder shift inderdaad, ja. Wat is gebeurd? Zet mijn hoofd weer aan het denken over ons. Aan de tijd waar het begon. Weer aan het denken over ons. Aan de tijd waar het begon. Maar toch voelt dat niet helemaal lekker, snap je wat ik bedoel? Aan de tijd waar het begon. Nou jongens, wat jullie net zagen is dus een klein stukje wat ik dus een paar keer opnieuw moest zingen. Omdat, ja, ik wil hem gewoon perfect hebben, zeg maar. Maar dat lukte niet helemaal. Hé, hey, wat fijn dat iemand gewoon voor me doet. Fucking chill, ja. Hey bro, ik denk dat jullie wel tussen zit. Ja? Ja, ik vond hem wel goed. Denk dat jij. Maar dan moet je nog zelf goed vinden, natuurlijk. Ja, dat is echt een heel klein dingetje, jongens. Over ons. Kijk hem staan, hè. Potje aan dol, je doet dat goed. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Nu ook of helemaal? Nu ook alvast? Deze ook alvast uitzetten? Ja, ik wil even die toon even horen. Kijk hoe het werkt. Nu is de beurt aan Jorginho. Kijk hem gek doen, hé. Kijk hem uitslopen. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Moet het laten rusten. Kun je die hoge één keer aanzetten hoe die hoge was, zeg maar? Voelde slapen zonder kussen. Die moet je gewoon eronder leggen. Ja toch? Ja toch, dan wordt hij. Oké, maar dat hoog is juist fucking dik, man. Ja, maar hij moet een laag hebben. Maar dubbelen, want nu is het gewoon één spoor leeg. Oh, daar ben je. Snap je? Daar ben je, oké. Er is weinig muzikaliteit. Het is gewoon één zin, aye, let's go. Snap je? Vorig had ik ook niet gedubbeld en die dingen volgens mij, toch? Wel eventjes. Nou, niet daar. Je hebt een paar dingen wel gedaan. Ik moet hem even dik maken. Ja, kooi. Maar dan kunnen we deze lied gewoon houden, toch? Ja, deze lied houden. Maar laat me even... Ja toch? Ga je gewoon een take geven, kan je gewoon je ding doen, snap je? Oké. De stappers dan. Dan krijg ik conclusies. Hadden wij niet zomaar ruzie. We zijn alweer bezig met een nieuwe tune, jongens. Lekker aan jammen. Sino die gaat er weer vandoor. Maatje. Tot de volgende. Jullie gaan het allemaal wel zien op TikTok en zo, jongens. Hij heeft te gek. Ja. Zeg maar, ik heb rustig aan, niet hyper. Ik heb het nog niet eens gezien, maar ik weet nu al dat het gek wordt. We zijn nu gelijk een tweede tune aan het maken, jongens. En het lekkere is, soms zit je in een bepaalde flow. Dat als je gewoon muziek aan het maken bent, wat ik al een paar keer heb uitgelegd, dan schud je het gewoon allemaal uit je mouw. En dan heb je opeens binnen een paar minuten heb je gewoon een nummer. Ben je lekker aan trompet spelen, vriend? Ja. Op zijn toetsenbord. Ja, op zijn toetsenbord. Wel dik hoor, zo gek. Wat zeg je? Hey, jij bent toch Vincent Visser? Ja man, klopt. Nee, klopt. Jij bent toch het vriendje van Gio? Ja man, klopt. Hey, jij bent toch het vriendje van Gio? Of niet? Ja, dat klopt. Hey, jullie wonen toch samen? Hey, rijd door. Rijd weg. Lachen weer, heel leuk allemaal. Zo jongens, dat was hem weer. Ik heb een... Het is momenteel 7:30 en ik heb de hele dag in de studio gezeten. En we hebben een opzetje gemaakt voor een nieuw nummer. Maar we waren natuurlijk in de studio voor wat is er gebeurd. En die is nu helemaal af jongens. We hebben hem gewoon helemaal gefinished. Hij is gewoon helemaal klaar. Dus hij gaat nu de mix en master in. En dan gaan we de clip schieten en dan komt hij eraan jongens. Godzijdank, ik heb zoveel zin om het met jullie te delen. Ik heb het volgens mij ook al fucking vaak gezegd dat ik er zin in heb. Maar het is ook zo, jongens.
En ik hoop jullie ook. Nu ga ik weer lekker naar huis en ik ga eventjes, ik ga even lekker eten bestellen. En ik heb zin in sushi en dat heb ik al een tijdje niet meer op. Dus ik ga denk ik gewoon lekker sushi bestellen, want het is ook al 7:30, dus om nu nog zelf naar de winkel te gaan. En volgens mij zei ik dat precies de vorige keer ook, puur uit excuus dat ik gewoon weer kan bestellen. Jongens, zo'n studiodag sloopt je wel echt. Zeg maar, je bent de hele tijd bezig, de hele tijd sta je aan, veel inspanning om te gaan zingen en zo. Dus ik heb zin om lekker op de bank te gaan zitten, jongens, en lekker te eten. Er is helemaal niemand, joh. Hey Google, doe jij eens eventjes alles aan in de woonkamer? Zo, huh? Wat een gekke lichte kleur, zeg. Och, jongens, ik heb lekker sushi besteld, dus die komt deze kant op en dan ga ik lekker eten. Ik ga lekker op de bank zitten en ik ga lekker helemaal niks doen. Dankjewel. Oh, het is binnen, jongens. Mijn eten. Jongens, ik had hier zin in, jongens. Dit is top. Zo, jongens, ik ga het lekker hier neerzetten. En ik ga lekker een filmpje kijken. Dames en heren, jongens en meisjes, wat een dag. We hebben Wat is er gebeurd helemaal afgemaakt. We zijn nog begonnen aan een nieuw nummer. En daarna ben ik lekker op de bank gaan liggen. Geslaagde dag, voor mijn gevoel. Ik vond het echt, ik vind het top, jongens. Ik vind het gewoon zo lekker dat het gewoon nu af is. En dat heb ik nu echt al een paar keer gezegd. Maar voor mij is het echt weer, ja, gewoon, hij is nu af. Nu gaat hij de mix en master in. En dan kan hij gewoon straks gaan knallen, jongens. En ik heb er zo fucking veel zin in. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Zo ja, vergeet niet te abonneren en te liken en te reageren. Alles erop en eraan. En dan zie ik jullie morgen om 6:00 bij een nieuwe vlog. Later!